Waar maakt het CDA zich zorgen om? Nou, we maken ons zorgen om de verkeersveiligheid. Dat is al een poosje het geval. Natuurlijk moeten mensen wennen. Maar ja, het is nou zo... Kijk, het is een nieuw gebouw, nieuwe aanpak, dus ja, even wennen. Maar er is nu zoveel verkeer, zeker in de wintermaanden. Slecht verlicht, zeker het zebrapad. Er gaan straks ook nog bouw- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden voor weidezorg. En er lopen wel een paar honderd kinderen te stuiteren. Dus ja, een ongeluk zit in een klein hoekje en we willen dat graag voor zijn. Zeggen wat dat er iets moet gebeuren is altijd heel makkelijk, maar wat moet er dan gebeuren? Nou, in eerste instantie moet in ieder geval een betere verlichting rond de oversteekplaats komen. Dat lijkt me evident, zodat ook gezien wordt dat er overgestoken wordt. En daarbij, de situatie aan zich zal denk ik niet heel veel aan gedaan kunnen worden. Behalve dan het wat beter in banen proberen te leiden en de ouders toch stimuleren niet meer met de auto naar het school te komen, maar met de fiets. Zoeterwoude is niet zo heel groot. Je kan natuurlijk ook de zebra verplaatsen. Nee, die ligt juist op de goede plek. Dus, en hij is inderdaad niet veel hoor. Het is een heel klein beetje verhoogd. En dat heeft er ook wel mee te maken waardoor die lastig te zien is. Hè, maar inderdaad, met name in het donker, moeten we echt iets eraan gaan doen. Over het schoolplein is ook veel onrust. Vooral bij ouders die de kleren van de kinderen iedere dag moeten wassen. Het is een modderpoel. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Nou, in ieder geval in het verleden, toen bij de ontwerpfase... Is er gezamenlijk besloten, ook met de schoolbesturen en met de gemeente en met school en met een externe deskundige die echt de verstand van zaken had om daar een groen schoolplein van te maken. Nou, dat is gebeurd. Er zitten ook allerlei natuurlijke speelelementen in. Alleen heeft men er niet op gerekend dat als er 400 kinderen zijn, zeg maar 800 voetjes eroverheen gaan en het is slecht weer, dat het gras wat er is heel snel verdwijnt en het verandert in de modderpoel. En dat is nu het geval. Inderdaad is dat heel vervelend. De kinderen komen vies school in. De leraren moeten ook af en toe schoonmaakwerkzaamheden verrichten voordat ze aan de les kunnen beginnen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen daar echt een oplossing voor gaan bedenken. Wat gaat de gemeente doen? Zijn er al opties? Nou ja, wat de mogelijkheid is om kunstgras op bepaalde plekken neer te leggen. En daar waar mogelijk, want het is nogal hobbelig, dat is ook bewust aangelegd. Daar waar mogelijk ook wellicht iets van tegels te doen. En ook de afvoer van het water van de dakgoot heeft te maken met de modder. Daar gaan we ook naar kijken en kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.